Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. De date van Mike en Indy Lynn begon rampzalig. Ik viel op mijn arm en ik hoorde knak. Dat is niet goed, hè? Nee. En veel beter is het daarna niet geworden. Maar zoals je misschien wel gemerkt hebt, heb ik nog niet zoveel gepraat. Nou, niet overdreven veel, maar dat is ook niet. Ik zal wel fijn vinden als iemand mij vragen zou stellen. Doe ik dat niet genoeg? Nou, ik heb nog niet zoveel over mezelf kunnen vertellen, nee. Voor deze twee vrijgezellen is het avontuur alweer voorbij. De date van Otto en Patricia kan nog werkelijk alle kanten op. Van mij mag het beginnen. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Hallo. Zo. Nou, welkom. Drie kussen van afstand. Ja, dat is niet anders. Ik heb nog die bonnen voor je meegenomen. Hartstikke lief. En dan had ik nog een cadeautje voor je meegenomen. Kijk. Nou, jeetje. Alsjeblieft. Mijn god. Dank je wel. We hebben elkaar niet eens voorgesteld. Nee. Ik ben Patricia. Patricia, oké. Okay. Ik ben Otto. Otto. Ja. Oké, okay, hallo Otto. Hallo. Nou, altijd leuke cadeautjes. Oh, lekker hoor. Altijd goed. Dankjewel. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dus... Ik heb ook wat voor jou. Ik heb een kaart. Oké. Okay. Misschien is het leuk als je die eerst even gaat lezen. Leest. Ja. Hallo, nu nog onbekende stoere man. Wat leuk dat je deze bijzondere uitdaging met mij wil aangaan. Laten we er een leuke 24 uur date van maken. Met veel lachen en een hoop gezelligheid. Zo leuk gezellig dat we beiden na 24 uur willen verlengen. PS, wakker jij dat vuurtje maar aan. Oké. Okay. Nou, dat is mijn taak dan, hè? Ja, wie weet. Weet ik gelijk dat er een taak op zit. Ja. Bij het andere appartement staat alweer de eerste nieuwe vrijgezel voor de deur. De 48-jarige Joop is tegelzetter en komt uit Noordwijk. Hij hoopt hier eindelijk een keer zijn romantische slag te slaan en te vertrekken met de ware liefde. Ik ben nu dik 3 jaar alleenwonend. Vrijgezel, vrijgezel. Ja. Ineens gaat iedereen daten op van die apps en zo. Ja, en dat trek ik niet. Ik ga heel positief erin. Ik weet dat de kans echt niet heel is. Maar ik geloof in die kans. En ik hoop dat zij binnenkomt en dat we dat allebei zeg maar, een beetje hetzelfde voelen. En het hoeft niet gelijk hout op de boter, maar het moet een beetje gelijk opgaan. Dat gaat nog even duren. Mijn slechtste eigenschappen, dat ik ongeduldig kan zijn. Ik ben heel snel in mijn denken, praten en doen. Dus als iemand net iets langzamer is, dan lijkt het voor mij zo slow motion. Terwijl het voor die andere denkt van, doe eens even normaal jij. Ik zoek die ene die mij aan het zoeken is natuurlijk. En hoe of wat het dan is, ja, het liefst een klein en een prinsesje. Knettergek en respectvol en lief. Nou, kom maar op. Dit kan wel eens een energieke date gaan worden. Gelukkig is Ankie hartstikke fit, want deze 55-jarige dame uit Capelle is sportdocent. Na 2 jaar als single is ze klaar voor de liefde. Ik hou echt van mannen en dan niet zozeer dus als partner. Ik vind mannen echt leuk. Vaak leuker dan vrouwen. Want mannen hebben vaak veel meer humor. Je benadert ze makkelijker. Ik vind mannen geweldig. Ik heb eigenlijk nooit zoveel gedate. Een paar hele leuke ontmoetingen gehad, maar het was het net niet. Ik kan niet beloven dat ik alles doe wat je vraagt, maar dit wel. Ik mis eigenlijk gewoon heel simpel gezegd echt iemand om ook leuke dingen mee te doen. Gewoon echt dat maatje. Ja, en dan vooral ook wel de intimiteit. Ik hou van passie, dus ik hou niet dat ingetogen. Laat het er maar lekker uitkomen. Daar hou ik van. Want dan zie je ook iemand zijn innerlijk vaak. Hi, dan kom ik door, hè? Recht doorlopen. Oh, het is wel een pad. Om elkaar nog niet echt helemaal te zien. Vind je het een leuk idee of niet? Ja, ik vind het best nou, leuk idee. Top, ik ben Joop. Hi, ik ben Ankie. Maar vertel eens, hoe kwam je op dat idee met die maskers? Ja, ik vind het wel leuk om eventjes nog niet je echt te zien en je dan even te voelen en te horen. Dus ja,
Nou ja, voelen, wat lastig, hè? Nee, maar gewoon energie voelen, weet je. Ik bedoel ja, ik snap het, lieverd. Ik snap het helemaal. Het is echt heel lastig om te drinken met het masker. Maar ik, ja, weet je, ik ga wel met je proosten zo. Ja, is goed. En dan, ik weet niet hoe, ik heb een gevoel, ik doe wel zo. Oh ja, dat is een goed idee. Ik vind het wel lekker dat dat kleine beetje spanning wat er was, dat het nu even over is. Had je spanning? Nou, een heel klein beetje, denk ik wel. Gezonde spanning. Jij helemaal niet? Ja, natuurlijk wel een beetje, maar niet heel erg. Ja, dit heb ik voor jou gemaakt, laten maken. Dat meen je niet? Ja. Het is allemaal chocola. Ah, oh, maar Joop! Mm. Heb je dat zelf gemaakt? Nou, niet zelf gemaakt. Kijk, die roosjes die kan je eruit halen, allemaal chocola, kan je eten. Ik had het idee, nou, het zijn allebei 5 roosjes. Als we 5 dagen blijven, misschien bij het ontbijt een roosje of zo. Als ik denk, nou, ik vind het niet te vreten, dan laat hem staan. Nou, ik vind het gewoon echt heel, heel lief en heel mooi. Jij hebt echt wel de hoop dat je iemand zou vinden waarmee je je leven zou gaan delen? Ja, kijk, weet je, ik zie het zo. Die kans is er wel. Ja, oké. Dus zullen we afdoen of wil je nog even wat langer ophouden? Nou, doe maar af, want ik vind het een beetje warm worden onder dat masker. Oké, zullen we dan bukken en dan boven de bar uitkomen als we hem af hebben gezet? 3, 2, 1 of doen we gewoon af? 3, 2, jij mag het zeggen, we zien wat. Doe maar gewoon 3, 2, 1 af. Oké, jij telt. 3, 2, 1. Oh, wat leuk. Oh, gelukkig, je hebt ook een bril. Het zweet zit op mijn neus. Ja, dat ging een beetje mee. Maar goed, ja, joh. Hé, maar leuk. Dan kunnen we nu echt proosten. Ja, cheers. Maar goed, dan moet ik gaan verzinnen wat we gaan eten. Ik ben daar zo slecht in. Wat is je lievelingseten? Ongezond. Heb ik ook wel, de broodjes Swarma en broodjes Deuner. Die gaan bij mij ook elke keer wel in. Erg, ja. Ik lust eigenlijk helemaal geen groenten. Dus, okay. Maar met aardappel niet? Nee. Al heel mijn leven niet. Hebben we weer een overeenkomst. Echt, dat is bij mij ook. Ja. Serieus? Ja. Ja. Oh, dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik kom erg weinig mensen tegen. En ja, nu schaam ik me er niet meer voor. Maar ik heb echt de hele tijd gehad dat ik me ervoor schaamde, hoor. Want dan dacht ik van, ja, weet je, de mensen kijken naar. Ik sta in de supermarkt, kijk naar al die potten, dan denk je. Boontjes en zo, dan denk je, gadver. En de kinderen ook, want die zeggen eigenlijk hetzelfde. Oh, wat bijzonder. Dus ja, die zijn ook niet zo van de groenten. We kunnen ook steengel of zo. Oh, ja, courgette, denk ik dan. Zullen we dat doen dan? Ja, dan kunnen we dat doen. Kipfilet, varkenshaas, worstjes. Nou, dan hebben we toch wel genoeg, hè? Ja, we hoeven dan niet zoveel. Nee. Ik denk dat ik wel even zo wat spulletjes ga uithangen. Jij bent al gezetteld. Nee, ik heb mijn koffer staat alleen beneden. Ik laat het aan jou. Jij gaat maar kiezen. En dan kijk ik wel waar de kast of het bed of whatever. Dat maakt me geen reet uit. En stel je voor dat je het helemaal uithangt en jij zegt morgen, nou, ik ga naar huis. Die koffer uitgepakt. Wat, zeg ik nou iets verkeerds of niet? Nee, toch? Hoop ik. Nee, waarom vraag je constant die bevestiging? Nou, omdat jij blikt dat ze bij mij... Oh, ben je dat? Ja. Nou, ik zit gewoon te luisteren. Oké, vind je me een beetje te veel? Ik probeer... Nee, maar lieverd, ik proef een soort... ben je onzeker over jezelf? Echt? Nee, dat vraag ik, lieverd. Ik probeer jou te lezen en te voelen van... Als ik aan jou vraag, vind je mij dan te druk? Moet ik mijn bek houden en jou laten gaan? En dat klopt. Ik vul het dan misschien weer een beetje in. Je vult alles in. Alles in. Ik vind dat je heel veel invult. Oké, dat wil ik helemaal niet. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Je bent volgens mij een heel lief persoon die het helemaal goed wil doen en niet fout wil doen. Ja, dat kan wel kloppen. Dat moet je loslaten. Ja, oké. Dat moet je helemaal loslaten. Ja, maar oké. Je stelt een vraag, want dat doe je best wel veel. Maar vind je het antwoord ook dan echt belangrijk? Heb je het gevoel van niet? Heb je het gevoel dat ik het dan zelf in wil vullen? Ja, je vult heel veel dingen zelf in. Het is vermoeiend. Nu doe ik het weer. Weet je waarom je dat doet? Nou? Omdat je heel lief bent, volgens mij, in je wezen. Omdat je denkt van, oh, kan ik hem stellen? Had ik hem kunnen stellen? Valt het wel binnen? Vindt ze dat niet erg? Wat zal ze daarvoor vinden? Ja, maar als ik wil... dat vraag, noem maar op. Dat zie ik toch? Ik zie dat gebeurt. Okay. Ja, ik wil niet iets ongepast vragen, maar dat slaat misschien ongepast? Ook... Nou ja, ik heb je al aangegeven, je kan alles vragen aan mij. Wees niet bang. Nee, ik ben alsjeblieft niet bang. Maar wees niet bang om een ongepaste vraag te stellen. Vind je het oké dat we afspreken dat als het weer zo ziet, dat dat weer gebeurt, ik stel jou een vraag en dan zeg je, hou even je bek, ik ben even aan het nadenken. Iets van, of dit... Nee, maar duidelijk. Dat als je... we dat afspreken, nee, maar dat dat ik hou even je bek, ik ben aan het nadenken. Ja. Maar kun je wel ontspannen überhaupt? Ja, natuurlijk. Wat denk jij? In de sauna. Dat zou je niet verwachten. Nou, die gozer kan ook heel chill zijn. Dat kan je slecht voorstellen op dit moment, toch? Of nee? Een beetje. Zo druk als ik ben... Dan vul je het weer in. Dus ja, inderdaad. Voorbeeld. Ja, dat is echt irritant, maar dan zie je... Ik was nou over aan het nadenken, hoe ik jou chill kan zien.
Ik heb een spelletje, even een beetje iets. Het is liefdesbingo. Liefdesbingo? Ja. Nou, leg maar eens uit. Dus we pakken gewoon om de beurt een kaartje en lezen die vraag voor. En dan, zodra we die kaart vol hebben, dan heb je bingo. Zet een kruisje als je zelfverzekerd bent. Ben je zelfverzekerd? Oh, dat is een rondje. Dus ja, een rondje. Nee, dan moet je niks doen. Oh, dan moet je niks doen. Je moet je kaart vol krijgen natuurlijk. Oké. Okay. Dus je bent ook niet zelfverzekerd? Nee. Die buik, ik vind dat echt heel erg. Want ik kijk, ik heb zelf een foto, die vind ik heel mooi van mijn eigen. Dat is 8 jaar geleden. En daar kijk ik dan naar en daar kijk ik dan naar mezelf. En dan denk ik, ja, ik sta van overgebleven. Hoe oud ben je? 50. Oké. Okay. Ja. En jij? 51. 51. Ja. Oké. Okay. Wat ik nu al goed vind, zeg maar, in deze situatie waar we nu zitten, sinds dat ik binnen ben gekomen tot nu, is dat ik je zag en dat ik dacht, hey, dat is wel een leuke vrouw. Oh, dankjewel. Dus dat is gewoon voor mij al iets van, oké, dan zit dat goed, zeg maar. Dus dan is het voor mij wel makkelijker om inderdaad aan de praat te blijven en durven een vraag te stellen. Ja. Maar vooral om mijn eigen onzekerheid, zeg maar. Loop ik zo ver voor dat ik inderdaad al denk van, oh, morgen word ik gelijk nog uitgestemd natuurlijk door dat band. Dikke buik, ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus. Oké. Okay. Ben je ooit vreemd gegaan? Dat duurt te lang. Nou ja, omdat het moeilijk is. Daarom probeer ik het goed uit te leggen. Voor mijn gevoel ben ik vreemd gegaan, maar het is zo dat ik, tijdens dat ik getrouwd was, werd ik verliefd op een ander. Mijn eigen vrouw toen, het leek wel of die constant in een depressie leefde. Die was altijd stil en toen kwam ik iemand tegen. Ja, en die was wel vlot en dingen. Dat heeft maanden geduurd hoor. En er is ook niks gebeurd. Technisch ben ik dus niet vreemd gegaan. Ja. Nee. Moet ik of jij? En moet ik ook nog antwoord geven? Ja, dat is goed. Dat is voor mij een heel gevoelig onderwerp. Ja. Want allebei mijn relaties zijn geëindigd daardoor. Ja. Dus ik zal dat dus ook nooit doen. Want ik weet wat voor pijn en verdriet en ellende dat je maakt iemand helemaal kapot. Ja. Ja. Zet een kruisje als je de andere aantrekkelijk vindt. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ik zet ook een kruisje, want ik vind je echt wel een leuke man om te zien. Nou, dankjewel. Otto en Patricia hebben kennis gemaakt via een potje relatiebingo. Een beslissing die goed heeft uitgepakt, want ze hebben verrassend vaak dezelfde vakjes aangekruist. Ze vinden elkaar aantrekkelijk, vertrouwen is belangrijk en groentes zijn vies. Dus vanavond staat er alleen vlees op het menu. Nou, smakelijk dan maar, hè? Ja, is smakelijk. Vinden je kinderen ervan dat je hier aan meedoet? Allemaal leuk. Maar zelfs mijn jongste zoontje van 8, die roept toch al zeker een jaar tegen mij van, papa, je moet een vriendin nemen. Dan ben je niet meer zo eenzaam. Oké. Okay. Want hij vond het dan een zielig dat hij weg moest, want dan was papa eenzaam. Ja. Dus hij zei, je moet een vriendin zoeken. Maar wel een lieve, die ook lief tegen mij is. Ja, daar zou ik op letten. Nee. Zomers is het leuk om over die boulevard te lopen en dan lekker zo langs het strand in lopen. Dat vind ik geweldig. Nee. Maar overdag doe ik dat niet. Want je ziet zoveel stelletjes dat ik denk van, ja, loop ik hier alleen. Ja. Die moeten ook wel denken van, wat loopt daar nou weer rond? Ach, stuk in die keuken doen. Ik zit me even zo te zweten. Wat maakt mij jouw match? Ja, toen, de eerste uur dacht ik, nou, alles klopt gewoon wat je vertelt, hoe je het leven staat, wat je doet. Ik zie heel veel, zeg maar, mijn zus ineens en mezelf eigenlijk of zo. Ja, dat is heel raar. Dat is niet negatief, hè? Maar gewoon... Nee, maar ik ervaar niks. Dus, hè? Nee, okay, dus... Ik vind het gewoon leuk om te horen. Ik zet er geen oordeel zelf op. Dus, en ben je ook wel eens heel erg gekwetst in een relatie? Ik heb hele mooie tijden gehad. Ik heb er ook heel veel verdriet van gehad. Maar dat brengt je toch ook weer waar je moet zijn, weet je? Er is geen vreugde zonder verdriet. Ik geloof dat je een heel lief mens bent.
Maar wat is dan lief? Maar jij bent toch ook lief? Ben jij kwaad dan? Kan je mensen makkelijk pijn doen dan of iets? Nee, toch? Nee, dat doe je. Nee, ik bedoel dat je heel veel rekening houdt met de gevoelens van anderen. Dat denk ik wel. En dat vind ik heel lief, weet je wel? Kan je zelf ook wel eens in de vingers snijden, want... Ja, nee, maar dat is weer een ander verhaal. Nou ja, oké, dankjewel. Dat je echt rekening houdt met gevoelens van anderen. Dat is voor mij een definitie van lief. Waardoor zou jij in één klap verliefd kunnen worden op mij? Als ik merk dat jij er ook 100% voor wil gaan. Dan denk ik dat ik alles loslaat. Dus echt mijn vertrouwen naar jou geven. Ja, ja. Ja, ik ben wat dat betreft wel een cruel mens, zeg maar. Ja. Laat het daardoor breken. En ik ben niet zo goed in woorden, omdat... Ik vind het eigenlijk zo stom klinken uit de mond van iemand van 50 jaar, zeg maar. Van God, ik vind jou wel lief. Waarom? Ja, weet het niet. Dat is misschien een schaamte, omdat ik het nu echt goed wil aanpakken. Dus wat moet ik doen als ik stilval? Wat moet ik doen als ik emotioneel raak? Daar zit dat stukje mantel nog wel in. Die zegt, ja, man, ik moet niet gaan zitten en janken. Ik heb gedacht gisteravond nog echt van, daar komt er iemand en die valt me gewoon volslagen tegen. Waarom ook dan zeggen? Maar zodra ik binnenkwam en ik zag jou en ik zag je ogen, en je hebt hele mooie ogen en daaraan kun ik zien dat ik met jou kan praten. Ik kan met jou op een level gaan zitten. En toen dacht ik, yes, dit is het. Dit is goed. Oké. Ja hoor. Sitting here right on the beach. Nothing else to do. Ik vind het heerlijk. But drinking weed and smoking beer. Till the morning light comes through. I'm dreaming about this moment. At this time of the day. Ik vond tot nu toe een heel leuke dag. Echt niet verwacht. Ik vind je echt een leuke vrouw. Dankjewel. Ja. Slaap lekker. Ja, tot rusten. Tot rusten. Waar heb je er een beest in? Ja, ik zit toch wel lekker te rusten. Was die jou nog maar aanval? Nee. Waar zit je? Waar zit je? Daar, of niet? Huh? Daar. Ja, maar dan ga ik toch ook nooit bijkomen bij zoiets. Wat moet ik daar mee doen? Weet ik veel. Red me. Ik ga zo niet slapen. Dat ligt in de grond. Rosie? Nee, laat maar. Ik vond ook geen fijn meer. Ja. Nou, je hebt mijn leven gered. Als helden in slaap vallen doet natuurlijk een wonderen voor het zelfvertrouwen. Nu hij Patricia heeft gered van een vreselijk monster, voelt Otto zich helemaal het mannetje. Goedemorgen. Zo ziet er leuk uit. Dank je. Van lief gezegd, je hebt natuurlijk je wakker bij, dus... Nou, ik ben ook heel lief. Ja, nou, dat geloof ik ook echt. Ja. Eet smakelijk. Wat was eigenlijk voor jou de hoogste verwachting die je hiervan had? Natuurlijk hoop ik verliefd te worden. Ja. En dat er meer gaat groeien en dat er een klik is. Maar dat kan pas uit loslaat. Als ik terugkijk op gisteren, ik heb me in geen tijden zo goed gevoeld. Dat is mooi, toch? Dat is echt jouw verdienste. Dus, nou, dankjewel. Ja, dus, wat dat betreft. Vond ik het fijn dat we toch... overal over konden praten, ja. Ondanks dat je in het begin even die zware gesprekken hebt gehad. En dat is zeldzaam, want normaal word je altijd afgekapt en dan zeggen ze, ga niet meer... Ervaar je dat zo? Word je vaak afgekapt? Ik durf er niet meer over te praten, want ik ben van tevoren al bang om afgewezen te worden. Dus je praat er niet meer over. Nee. Mm. Het gevoel wat jij mij gegeven hebt, zou ik graag willen dat jij dat ook zo ervaart.
Zo. Wervelwind Joop zit deze ochtend natuurlijk ook niet stil. Hij heeft in zijn hoofd al een heel menu voor de dag. Dus als Anki dat nou even opschrijft, is dat alvast geregeld. Chilipepers, rijstkraag. Chilipepers? Ja, hoeveel? Nou, 2 of 3. En Thaise rijst wil ik. Nou, en wat hebben we nodig? Cherry tomaatjes hebben we ook nodig. Snijboontjes. Wacht even, niet zo snel. Sorry, ik wil ook een beetje rood fruit. Dus bramen en boontjes. Boontjes? Ja, kokosmelk. En dan romig, dik. Niet van die verdunde kokosmelk, want daar kan je helemaal niks mee. Anders moeten we er maar 2 doen. Dus doe maar 2 dan. 1 keer dik en anders 2 keer dun. Nee, je moet hem even inkoken, anders wordt het zo waterig. Ja, sorry. Ja, je kan hem altijd verdunnen. Of je doet minder. Nee, je kan hem niet verdunnen. Oh, die dikke. Dit is te veel nu. Ik bezit nog aan mijn eerste koffie. Tja, iedere vrijgezel heeft zo zijn of haar eigen tempo. Bij Otto zijn er al vrij snel warme gevoelens aan het ontstaan. Terwijl Patricia tot nu toe een beetje om de hete brei is heen gedraaid. Maar hoe vind je het tot nu toe gaan? Ik vind dat het goed verloopt. Ja. Dat ik het idee heb dat jij me wel begrijpt. En dat we echt wel bij elkaar passen. Volgens mij is het wel een vrouw met wie ik oud kan worden. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik wel een beetje klaar ben met praten over de mindere dingen. Weet je? Ik wil ook gewoon de leuke kant van jou zien. En ik vind dat het een beetje zwaar is af en toe. Ja. En dat kost mij energie. Ja. Dat trekt echt energie uit mij. Ja. Ik heb genoeg ellende gehad de afgelopen jaren. Dus ik wil gewoon echt weer met plezier. En natuurlijk moet je wel ook diepgang hebben. Ja. Het is te veel diepgang ten opzichte van de leuke dingen. Morgen in Lang Leven de Liefde. Wat is romantiek voor jou? Wat een goede vraag. Romantiek is voor jou moeilijk te omschrijven. Andere vraag? Oh, ik mag geen antwoord geven. Oké, ik begrijp dat je daar moeite mee hebt of dat het voor jou lastig is. Ik heb er geen moeite mee. Ik kan heel goed omschrijven wat romantiek voor mij is. Ik weet het donders goed!